Yo, wat is mijn leuke goedavond? Vandaag gaan we weer verder met God of Survival. Voor mij is dit deel 43 alweer. En ja, dit is best wel veel werk, hè. Best wel veel werk. Ik heb hier dus allemaal lampjes. En dat is wat we vandaag gaan doen. We gaan al die lampjes hier invullen. Ik heb 2,5 stack gefixt. Ik denk dat ik daar wel genoeg mee heb. En anders hebben we een groot probleem. Hebben we een heel groot probleem. Dan moet ik weer opnieuw gaan hakken. En daar heb ik op zich vrij weinig zin in. Wat is dit? Wat is dit? Oh, wacht, het is een bocht. Die bocht sla ik even over. Ik dacht, waarom zijn ze zo raar, maar het is een bocht. Dat moet natuurlijk niet, hè. Dan moet het bochtje met anders. Zo. Zo, hoppakee. 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 Ik zat er een schijf. Dat moeten we weer natuurlijk niet hebben. Ik bedoel, dat is niet chill. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Prachtig, prachtig. Hoekje slaan we over. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Hier doorheen. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Zometeen hebben we een boom, omdat ik super vaak tak heb gezegd. Ho, 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 goeie grap. Nee, op zich best wel kut grap. Maar dat maakt niet uit, weet je. Dat is geen probleem. Dat is geen probleem, mas. Ja. Zo. Zo, ik krijg wel een nooit prestatie waarschijnlijk. Dus ik vermoed dat ik zometeen een keer heel random lak heb. Lag. Nou. Oh. Ja, perfect. Kijk, we zijn alweer door een complete stack heen, hè. Gewoon al meer dan een stack hebben verbruikt in dit kleine stukje. Binnen 5 minuten van afleveren heb ik een stack van redstone lampjes op, weet je. Dat is gewoon echt wow. En ze zijn allemaal op een... Oh, kut, hier kan ik helemaal niks plaatsen. Hoezo heb ik jungle wood? What the fuck, Jeroen? Waarom heb jij jungle hout? Jungle hout, hout, hout. Daar houd ik wel van. En daar. En daar. Komt perfect uit, hè. Wow. Het is magic. It's a kind of magic, magic. It's a kind of magic, magic. Goed, ja, prachtig. En dan ga ik kijken hoe goed mijn dingen doet. Kijk, we zitten nog steeds binnen 5 minuten en hebben we al 1,5 stack redstone lampjes opgeslurpt. Dat is de reden waarom ik 2,5 stack had. Omdat het fucking snel gaat met de lampjes in die muur. Dus fucking veel moeite om dat te pakken. En die erin te stappen. Die in te stampen. Zo van een potspoenpauw. En dan hebben wij nog... Oh, dammit. Hop. Dankjewel. Er nog 37 over. Hoppakee. Oh, nog, die moet nog wat in. Damn. Die moet nog ook nog wat hout bij. Oké, okay, dan doen we hier nog wat hout bij, hè. Ja, dat moet nog wel, hè. Oh, weer eentje scheef. Nice, run. GG. Hop. En 2 en 3. Hoppakee. Zo. Zo, zo. Zo, zo, zo. Hebben we er nog maar 25 over. Ik denk dat het trouwens serieus te weinig is. Daar was mijn lijk. Want ik moet die toren ook nog verlichten. Weet niet hoe. En ik moet alle hoekjes ook nog doen. Of in ieder geval de, op eentje na. Die hoek is wel gedaan met de lampjes. En dan moet ook dit stuk moet ook nog iets. De poort moet ook nog een dingetje hebben. We hebben hier 2 dark oak wood. Dat lijkt mij te weinig. En ik heb gelijk, het is te weinig. Ik moet ook verteld worden, dus we gaan even wat nieuw dak ook moeten hakken. Zodat we dit hier mooi kunnen afmaken, want dan hebben we hier een mooie toren. En dat is gewoon een mooi strak plantje. En hier zijn monsters. Nee, eigenlijk vrij weinig op het moment. Hier zijn wel een paar monsters. En het zal je verbazen. Maar ik heb op het moment, ben ik bezig met bouwen en heb geen zin om ook nog eens monsters te bevechten. Dus ik ga gewoon een beetje weg. Ga ik hier een boompje hakken. En dan is daar... Oh, wat? Chain armor. Hex. 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 Hex.
terug naar de achterkant heen. Ik wist het. Oh, hij liet zijn klerentjes vallen. Kleertjes laat hij vallen. Ik heb echt een kut enchanted zwaard trouwens. Nou, daar heb ik vrij weinig aan. Daar komt er nog eentje aan. Of nog twee zelfs. Toch had ik er ook nog wel graag nog back op gewild ofzo, weet je. Zou zwaar chill zijn. Oh, ho. Jongens, doe dit eens niet. Hier heb ik geen zin in. Zo, haha. Nou, ik zal even vertellen over mijn week, want daar zijn jullie geïnteresseerd, denk ik wel, hè. Ja, fantastisch. Nou, op dag van opname is mijn zusje toevallig jarig, maar die zit naar buiten met allemaal vriendinnetjes, weet je. Ik bedoel, dit kan ik niks mee. Dus dat is sowieso even iets. Dus als er lawaai is, dan komt het daar vandaan, weet je dat alvast. Voor de rest, ik heb deze week echt schuwelijk veel opgenomen. De week van opname, niet van upload. Dit wordt midden in de zomer van geüpload, denk ik. Nee, eigenlijk tegen het einde al. Dit wordt al tegen het einde geüpload, als ik me niet vergis. Nee, trouwens niet. Die zijn... Deel 50 is het laatste deel wat ik moet opnemen voor dinges. 2 afleveringen in een week, dus dan is het nog, ja, een paar weetjes. Het is nog redelijk in het midden dit. Dus dan is het, ja, weet je, het is redelijk in het midden. Dus ik zit een beetje te liegen hier tegen jullie. Oh mijn god, ik ben zo badjas. Het was een spin, ik zag hem. Ga ik niet tegen vechten. Oh, wow, ik ben verdwaald. Nope, ik loop gewoon de verkeerde kant op. Nope. Chukatesta. Nope, Chukatesta. Nope, Chukatesta. Nee. Doe dat niet, jongens. Doe dat niet. Ze hebben het niet gedaan. Ik ben trots op ze. Heb ik nog eten? Baked potatoes. Tja. Oh, hier missen lampjes. Hoe kan dat dan? Hoe kan dat ik hier lampjes ben overgeslagen? Kan natuurlijk niet, hè, lampjes overslaan. Hier missen ze ook al aan deze kant. Hé? Oh, wat, hij ligt wel helemaal door te boven. Dat is nice, dat is zeker nice. Daar heb ik eigenlijk niks aan. Aangezien... ik hem niet eentje hoog heb, maar gewoon op deze hoogte. Goed, nou zijn de lampjes wel compleet, denk ik. Behalve de hoeken dan natuurlijk, of course. Even kiezen. Nou, hier. Hier wel, hè. Zo. Ja. I guess. Ik denk dat dit zo wel goed is. Hebben we nog 16 over voor de hoekjes. Hoeveel gaan er in hoekjes? Ook 12. 12 per hoek. Nou, de week nu met jullie zit. Maar qua mijn rekenkunsten zeggen dat ik het dan niet haal. Oh, wat? Waarom doet hij het niet? Waarom doet dit het niet? Oh, nee! Fuck jou! Nee! Godsam, dit is dus waar ik vorige of de aflevering daarvoor zo. In ieder geval een paar afleveringen geleden de hele tijd. De timeset DD. Oh man. Ja, kom jij er ook nog maar bij, ja. Oh. Leren creepers. Fuck. Fuck. Het is gewoon echt kut. Zo. Dit is ook gelijk de reden waarom die muur er is. Zodat dit soort aggfiets niet... Oh, kut. Ik heb natuurlijk ook geen redstone meer, hè. Dan ga ik wel verder op deze manier. YOLO, dit moet ook nog gebeuren. En zo is het gelijk al een stuk veiliger binnen in de muur. Kijk, dit wordt opgevuld. En dan heb ik nu al redelijk veiliger, behalve de hoeken. Maar ik heb er schijt aan.
Ik heb extreme scheid aan, want weet je, langzamerhand komt het er wel dat mijn muur hier af is. En ik heb best wel zin in als mijn muur af is. Wat hoor ik? Ik hoor iets. Nou zo, ik heb best wel zin. Oh, dat is een spin. Dat was dat korte. Ik heb best wel zin in als mijn muur af is, want dan is het eindelijk helemaal safe hier binnen. Moet ik binnen wel zorgen dat het goed verlicht is, dat ze hier niet spawnen. Maar dat doe ik gewoon hier een beetje huisje bouwen, weet je. Goed, de straatverlichting erop gooien. En daardoor spannen er waarschijnlijk dan helemaal geen monsters meer binnen. En is die binnen helemaal veilig. Met dank aan de muur. En aan de goede verlichting. Daar loopt alweer een skeleton. Open to lan. Nou, loopt iets rond. Start lan world. Slash time set. Day. Ah, meen je dit? Een Enderman. Fucking hell. Kutbeesten. Het is sowieso ook nog ergens mijn doel om een keer naar de end te gaan en de Ender Dragon te verslaan en daar dan een Enderman farm te maken. Voor mij waren het ook challenges, allemaal. Maar dat is sowieso van mezelf al een plan. Dat leek mij een strak plan. Even kijken, wat hebben jullie nu nog meer? Jullie hebben Settlercraft, heb je al gezien, want dit is super ver in de toekomst voor opgenomen. Het is namelijk nu nog niet eens vakantie voor mij. Voor jullie waarschijnlijk allemaal al lang wel. Anders of niet meer. Kan, zou het kunnen dat het niet meer is? Ik weet het niet. 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 Ik zit trouwens maar gewoon wat te bouwen nu. Aangezien die kut creepers die hele meuk heeft opgeblazen. Je hebt heel veel bricks nodig trouwens. Dus dit is helemaal geen slecht idee dat ik het nu doe. Die niet. ARP en ik heb een dier nog. Die hoef ik niet. Die kan ik wel gebruiken. Dit kan ik wel gebruiken. Die niet. 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 Zo. Gaan we hier beginnen. Hier zitten ook wel dingen in. Dan hebben we hier misschien dadelijk al helemaal compleet. Dus als je gechilled, wordt nu buiten geschreeuwd door die vriendinnetje van mijn zusje. Wat ze jarig is, of course. En ja, voor mij zijn watergevecht aan het doen of zo, weet ik veel. In ieder geval, als jullie er last van hebben, sorry. Maar ik moet nog even opnemen voordat ik op vakantie ga. En het is nu of nooit. En ik heb liever nu in plaats van nooit. Aangezien ik anders dan. Ik ben de hele tijd geen video's heb. En ik wil wel video's. Maar dat is cool. Ik hou van video's. Hou jij ook van video's? Doe dan een duimpje omhoog. En laat je support zien aan de video's. Ja, dit is een mooi onderkantje, zei. Zo. Hier komen dan nog allemaal half slabs tussen. Half slabs. Dus eigenlijk maar kwart blokje, YOLO. In ieder geval half slabs komen weer tussenin. Tussen die en die. En dan is de muur gewoon klaar. Dan is het done. Maar ja, ik heb op het moment ook te weinig van stairs. En dan komt iemand binnen. Hoi, Martijn. Computer staan. In ieder geval, muurtje afmaken. En dan ben ik wel klaar mee. Zo, dit hierbij. En dan heb ik dit gewoon al af. Oké, mooi. Einde van de video. Vond je het leuk? Geef dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer. En dan zie ik je de volgende keer weer. Later.